Nou, dit wordt de samenvatting en de conclusie van de Polar Loop. Ik heb zojuist hardgelopen, mijn hartslag is nog een beetje hoog. 90. Even kijken of dat een beetje goed kan laten zien aan je. Nou, het ziet er een beetje uit als dikke rode letters, dat valt eigenlijk wel mee. Misschien zie je het zo beter. Even wachten. De camera goed houdt. Nou, sorry voor de ontbreking, maar ik hoorde een wesp. En het is nu net voorjaar. Dus ik moest even snel opstaan en rennen. Maar gelukkig niks aan de hand. Ik ga verder met de Polar Loop en ik kijk later wel of dit een hele rare video wordt of niet. Alvast sorry voor de onderbreking, maar we gaan door. Want ik wil wat vertellen. Kijk wat dat heeft gedaan met mijn hartslag, zie je? Mijn hartslag is gewoon weer 5 of 6 gestegen. Opvallend. Nou, dit is in ieder geval mijn hartslag. En ik heb ook de Fenix 2 ernaast gehouden om de hartslag exact te vergelijken. En ik heb nu de twee banden om. En de hartslag was exact gelijk. Echt, dat scheelde. Ja, heel soms zaten er twee slagen verschil tussen. Maar die is dus echt accuraat. Ja, en dan kun je natuurlijk aan Polar en Garmin op zich wel overlaten. En dus het was eigenlijk de laatste test. Want ik heb hem hele poos gedragen, de Polar Loop. Calorieën gemeten. Activiteit natuurlijk. Het is nu al een vol balkje. En dan is iedereen helemaal blij, zie je wel. Goal achieved. Terwijl ik hem alleen maar nu net met de run om heb gedaan. Nou, de battery is low, oké. Je moet hem ongeveer om de 3 à 4 dagen opladen als je wel veel sport, net als ik. De calorieën 2182. Dat is voor één dag volgens mij wel prima. Stappen net gezet 11.500. De tijd is nu 10 voor 7. Dus ik kan hem ook als horloge gebruiken. Hartslag 92, activiteit. Nou, dat kun je allemaal zien met de Polar Loop. Dat beviel op zich hartstikke goed. En ik vind het ook een mooie activity tracker. Ik kreeg er ook wel op zich wel veel complimentjes over. Ik heb ook wel een paar nadelen ontdekt. Want ik heb gelopen ook met de Garmin Vivo Fit. Dus niet deze Garmin, maar de VivoFit Activity Tracker, dus de echte concurrent van Polar. Die zat wat prettiger om een pols. Ik vind hem iets minder mooi, die Garmin. Je kan ook hartslag ermee meten. Maar hij zat dus wel echt prettiger. Dat heeft met name te maken met dit systeem. Dit is een beetje het ouderwetse horloge systeem. En ik ben hier niet helemaal kapot van. Ook al werkt het gewoon super. Je doet hem gewoon dicht. En dan zit het gewoon vast, maar... Ik weet niet of je het hoort. Dit rammelt een klein beetje. Vind ik irritant. En daarnaast kun je hem wel op maat maken met deze gaatjes. Maar hij zit nooit echt strak om je pols. En dat betekent dus als ik ermee ga hardlopen zoals je zojuist. Dan schuift hij een beetje zo steeds om je pols heen. En is niet echt storend, maar echt fijn is het ook niet. En ik heb bijvoorbeeld ook de jawbone omgehad. Ja, die klemt gewoon om je pols. Zit niet zo'n heel raar sluitmechanisme aan of zo raar. Er zit niet zo'n traditioneel horloge sluitmechanisme aan. Maar die jawbone die zit echt een heel stuk prettiger, vind ik zelf. De Garmin zit ook prettiger. De Fuelband is een beetje afhankelijk van welke maat je kiest. Maar die zat mij ook wel goed. Deze zit mij eigenlijk het minst lekker van de activity tracks die ik tot nu toe getest heb. Maar daarbij moet ik ook direct zeggen dat het op zich wel meevalt. Hij zit gewoon prima. Alleen als ik heb er gewoon best wel veel de laatste tijd gedragen. En dan ga je toch wel die verschillen merken. Dus dat vind ik het echte nadeel. Voor de rest de calorieën. Die zijn accuraat, want ook de Fenix. Die meten calorieën en dat is, komt gewoon redelijk overeen. Of eigenlijk best wel overeen. De stappen heb ik vergeleken met de andere activity tracker van Garmin. Dat kwam ook wel overeen. Dus ik heb het idee dat ze wel op zich accuraat de gegevens weergeven. En ik heb nu natuurlijk trouwens ook de Polar hartslagmeterband om mijn hartslag te meten. Dus daar zit de conclusie van deze activity tracker, de Polar Loop. Ik ga weer andere activity tracks
testen. Er komen er weer veel meer aan. En ik zet hem in een totaal tabel waarin ik alle activity trackers vergelijk. En mocht je vragen hebben, stel ze gerust hier onder het bericht. En mocht je dit in YouTube zien, dan zal ik de link naar de video en naar het bericht met alle tips en de vergelijk met andere activity trackers er even bij zetten. Oké, hoi hoi.